Dit is Papa Alfa 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 19 mei 2015. Dit is bulletin van dinsdag. Vandaag ook een kort stukje data in de uitzending, net als gisteren, omdat Domino EX 88 niet bij iedereen goed ging. Nu met een lagere snelheid, dat wil zeggen Domino EX 16, opnieuw gecentreerd rond 1000 Hz. Op de website van AT is een nieuw overzicht te vinden van uitgegeven ATOFS. Het overzicht heeft als datum 11 mei, dus dat is inderdaad recent. En dan nu, de toppers. Ja, de toppers die hebben geleid tot een nieuwe melding primair gebruik op 29 tot en met 31 mei rondom de Amsterdam Arena op 2350 MHz met 18 MHz bandbreedte, zo staat sinds vandaag op de site van AT te lezen. Altijd leuk om een paar podcasts te noemen. Ik ben een fanatiek luisteraar naar podcasts. Podcasts worden in Nederland wel eens onderschat. In veel landen zijn ze inmiddels populairder dan de reguliere radiostations. Het 14-daagse ICQ-podcast van vader en zoon Martin en Colin heeft dit keer in hun uitgebreide podcast met een hoop andere onderwerpen een item over batterijen, met name ook de niet-oplaadbare. Daarnaast is er de interview-podcast QSO Today met aflevering 41 alweer. Die is echt super interessant met John Langridge, KB5NJD, over zijn vroege 630 meter experiment. Voor John Langridge is amateur radio net als een vechtsport. Hij laat zien dat de privileges van onze amateurregistratie ons de reële mogelijkheid biedt om met radiowetenschap te experimenteren. Momenteel doet hij dat vooruitlopend op het vrijkomen van die band in de VS met een experimentele vergunning voor de 630 meter band. Ja, verder is er nog de altijd rommelige zelfbouwshow Solder Smoke. Niet te verwarren met Smoking Solder van de rubriek van George Thomas in Ham Nation. Solder Smoke is te vinden op www.soldersmoke.com. Dus SOLDERSMOKE.com. Daily Minutes of Tuesday, May 19, 2015. This is Peter John of Emergency Radio. Today we have once again a short piece of data at the end of the show. Because Domino EX88 didn't work too well with everyone last week, this time we will choose a slower speed, that is Domino EX16, as always centered around 1000 Hz. It is always a pleasure to mention some of the podcasts I like to listen to. Sometimes underestimated, podcasts are a rising star, in a lot of countries even more popular than terrestrial radio. ICQ podcast of Father Martin and son Colin has, amongst a lot of other matters, a feature item on battery technology. Non-rechargeable batteries, who still uses them? Next to that, QSO Today was tremendously interesting with John Langridge, KB5NJD, on his early 630 meters experiments. For John Langridge, amateur radio is a way of life, like the martial arts. He demonstrates that our amateur radio license privileges give us the real-world opportunities to explore the science of radio. He does this now in the 630 meter band with an experimental license. And then there's the Solder Smoke podcast, not to be confused with George Thomas's Smoking Solder item in the Ham Nation show. In this edition, Pete releases some magic amplifier smoke. Pete's new termination insensitive transceiver makes first contact. Bill goes yesu, well, just a filter. Giuliano Millpad boards. Termination insensitivity is not a personality disorder. Flip those billet boards. Pete's cool technique for billet building, Bill's project notebook and stage testing, installing the F6JFR EMRFD SBL1 balance mod, a mod on a mod. And next to that, myths, urban legends and conspiracy theories about the SI-5351, and Dongle madness and the dangers of dongle modification. Pete goes in to matters like what's a dongle, and 24 to 1.7 gigahertz right out of the box, and modification for 0 to 29, and tapping the IF of a Drake 2B with the RTL SDR dongle. All this and more on soldersmoke.com. This is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo.
De korte golfuitzendingen van de Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur midden-Europese zomertijd te beluisteren op zowel 6005 kHz in de 49 meter band als op 7310 kHz in de 41 meter band. Er zijn de dag erop twee herhalingen, 's ochtends om 10 uur op 7310 kHz en 's middags om 14:30 op 9560 kHz in de 31 meter band. De dagelijkse nieuwsberichten van de Daily Minutes zijn in elk geval de komende weken nog iedere dag om 1900 uur te beluisteren via PI2NOS met een herhaling om 10:30 de dag erop 's ochtends. Je kunt ons mailen op het korte mailadres en dat is xa@xdv.me en eerdere uitzendingen zijn te vinden op pnlete.nl. Wil je meer nieuws? Kijk dan bijvoorbeeld ook eens op hamnieuws.nl en kijk zeker eens op hobbyscoop.nl, pi3utr.nl of pi610.nl. Daar kun je vinden hoe je deze fantastische repeatersystemen kunt helpen door ze met desnoods een klein bedrag te sponsoren. Tot zover de Daily Minutes voor vandaag. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo.